Boe. Hey Rob. Hoi. Hallo dames en heren, vandaag zijn we bij Molen de Hoop in Almelo. En Janine gaat ons vandaag alles uitleggen. Wat wij één zolder hoger malen, komt hier terecht. We noemen dit de meelzolder of de maalzolder. Nou, zo moeilijk is dat niet. Dit is dus de steenzolder. De steenzolder. Want als je deze grote bak ziet, dat is een bak die rondom het koppel stenen. De bovenste steen is met een klauw die aan deze metalen as zit. Alle verticale assen noemen wij spillen. Aan een draaiend rad, zie je dat? Ja. Nu draait er nog niks, want we hebben nog niet opgezeild. Deze bak, waar dat graan uit naar beneden geschud wordt, ook niet moeilijk, heet een schuddebak. Een schuddebak. Kijk! Schuddebak, meelzolder, steenzolder. Molenaar in opleiding, hier. Kijk. Beneden een winkeltje zag ik heel veel product staan. Wordt dat ook hier gemaakt? Nee. Wij kopen het bij een andere molen in en we verkopen het hier weer. Ja. We mogen wel voor menselijke consumptie malen. Een paar jaar geleden heeft bakker Detert hier uit Almelo ons gevraagd of we tarwe voor hem willen malen. Ja. Dat moet je leren. Ja. En we hebben dat geleerd. We hebben daar aan die kant nog een koppelstenen liggen. En dat wordt elektrisch aangedreven, de bovenste steen. En zaterdag is hier dus een open dag voor belangstellenden die het vak willen leren misschien, of die daar interesse in hebben. Ja. Kunt u wat meer vertellen over zaterdag? Ja, wij zijn zaterdag open vanaf 9:30. En dan van 9:30 tot 12 is er een groep welkom. En van 2:30 tot 4 is er een groep welkom. Mensen die geïnteresseerd zijn, die worden uitgenodigd om mee te lopen met ons. Het is dus niet alleen van je bent bezoeker, maar je mag ook dingen doen. Je komt ook op plekken waar bezoekers normaal niet komen. Mm-hmm. We hebben hier nog een paar van die steile hoge trappen. Die gaan de bezoekers normaal niet op, nee. Maar de mensen zaterdag wel. Die kunnen de kap in, kunnen alles bekijken, kunnen helpen bovendien. En dat doen we natuurlijk allemaal veilig. Ja, en dan voor mijn beeldvorming, zijn jullie echt op zoek naar meer wat oudere mensen of juist wat jongs? Of... Ja, mooie vraag. Het liefst jonge mensen. We hebben hier een jongen rondlopen, die is nog 13 jaar. Volgende maand wordt hij 14. Oh. Die wil niks liever dan molenaar worden. Oh, dat is toch mooi. En die loopt niet alleen bij ons rond, maar ook op andere molens. En dat soort mensen is natuurlijk fantastisch. Als je 14 bent, mag je officieel in opleiding. Okay. Als je 17 bent, mag je examen doen. Maar tot je 18e moet je altijd dan onder begeleiding een molen bedienen. Ja. Hoe lang duurt dan de opleiding, zeg maar? Ja. Ik hoorde net van 14 mag je beginnen, maar op 17e pas examen doen. Is dat dan 3 jaar? Nee, dat kan. Maar als je heel supersnel bent, kan je het binnen een jaar doen. 12 maanden. Waarom 12 maanden? Je moet in ieder geval met molens gewerkt hebben 4 seizoenen van het jaar. Ja. Waar bestaat dan een examen uit? Het duurt, schat ik, ongeveer 1,5 uur. Je wordt meegenomen door de examencommissie de molen in. Je moet alle werkzaamheden doen om de molen te laten draaien. Ze stellen je ondertussen allemaal vragen. En je moet dus datgene wat je uitvoert veilig uitvoeren en op de juiste manier uitvoeren. Als de kettingen eraf zijn en hij zou kunnen gaan draaien omdat het best stevig waait, dan wil je niet dat hij zomaar gaat draaien. Nee. Want dan sta je bij het gevlucht en dan ben je je leven niet zeker. Dat kan niet. Dus er moet iets als een rem op zitten. Oh, sorry. En dat ding dat zit helemaal daarboven. Die kunnen we bedienen hier vanaf de stelling. Okay. En dat kan je zo, kunnen zij je zo laten zien hoe dat gaat. Ja. Nee, dat snap ik. Want we willen ook vreselijk graag met z'n allen in Nederland nieuwe molenaars. Ja. Jong en ouder, gezonde mensen het liefst. Hè? Want je moet wel bijvoorbeeld in een wiek kunnen klimmen. Oh ja. Oh jee. Ja, en dan kunt u ook nog? Jawel. Dus dat gaan we zo bekijken, denk ik.